Een goedemiddag allemaal. Het is donderdag, dus we zijn alweer een week verder. Ja, tijd om te vloggen, toch? Even laten zien hoe of wat. Ik moet wel zeggen dat het vandaag weer zo'n hele rare dag was. Dus, maar ik wil hier gewoon weer eens een rondje laten doen vanaf buiten door de winkel. Dus ik ga jullie eerst even meenemen naar buiten en dan neem ik jullie zo wel weer mee terug naar binnen. Dus. Als ik het scherm mag omdraaien. Volgens mij heb ik hem. Eerst even mee naar buiten. Ik heb de etalages al aangepast. Dus die zijn veranderd. Er staat al een beetje kerst in. En ik heb hem echt op de winterse. Winterse tour al. Dus, nou ja, goed. Ik zal nog even een paar stappen naar buiten doen. Dat kon net niet, want er liepen mensen. Dus zo kom je bij mij naar binnen. En omdat er veel lawaai is buiten, doe ik hem even dicht. Ja, morgen kunnen we alweer aan de gang, want dan staan er wat dozen. Bij me binnenkomt, hangt daar gelijk een rekje met gratis folders. Nou, dat mag duidelijk zijn. De hobbyjournaals van nou ja, de vorige keer, de nieuwste leg op tafel. Hier staan alvast wat kerst diamond paintings voor in de winkel. De nieuwste collection van Dowcraft, van Diamond Dot staat hierin voor met het boekenrek. Daar hangt ook nog een hele mooie diamond painting. Voorin hangt gewoon eentje die al af is. Dat is altijd leuk. Hier staan wat rekken. Dit is de nieuwe hoek. Altijd voorin. Tegenover mijn kassa, dus je hoeft niet zo ver. Daaronder staan alle nieuwe Diamond Disney paintings. Dus dit is ook diamond painting. Alleen dan zijn dat van Disney. De tassen. Nou, de opruimbakjes en zakjes en dingetjes. Maar ook de... Ja, aan de overkant op de toonbank heb ik eigenlijk altijd de hele mooie Nuvo drops staan. In heel veel kleurtjes. Maar ja, er was geen ruimte meer. Dus we zijn hier met de vintage begonnen. Die zitten in een vierkant flesje. En de vintage hebben overigens geen glans. En hier staan ook de Glow in the Dark. En ja, hier legt ook de BR Memory Keepers. Het punchbord is gewoon op voorraad. Het andere punchbord is ook gewoon op voorraad. Dus... En deze is ook erg leuk. Het smiley punchbord. Kan je heel leuk smileys mee maken. Ook altijd erg leuk. Hier staan wat kaarten van de meiden. Van Marien, van Rini, van Els. Van Sylvia staan hier kaarten. Nou, die is van mezelf. Die met de witte steel van de paddenstoel. Dus er vindt altijd in het begin wat kaarten. Zo ook op de toonbank staat er. Nog eentje van Rini met de mooie bloemen. Nog eentje van Sylvia. Staat er hier een van Marien. Staat er hier eentje van Els. Kwam ze gisteren bij me in de winkel brengen. Staat hier altijd een bakje met hele leuke kaartjes. Dus daar kan je altijd wat ideetjes opdoen. Achter mij vind je ja, alles voor de stansmachine. En dat gaat nog wel even door tot aan de lintjeskast. Zullen de rondjes een keer andersom lopen door de winkel. Dan hoop ik dat jullie dat leuk vinden. De lintjeskast. Dan moet ik een paar stappen naar achter doen, zodat jullie het goed kunnen zien natuurlijk. Die gewoon gevuld is met heel mooi lint. Nou ja, bovenop vind je de memory desk, spinners en de trays. De stansmachines, snijapparaten. Even kijken, oh, mijn lampjes uitverkocht. Oh ja, we hebben normaal een daglichtlamp, maar die is op dit moment niet leverbaar. Even kijken, alles voor aquarellen, de waterart. Waterart is tegenwoordig in alle formaten, ook in 300 gram. Erg handig, dus we voeren nu alles dubbel. Erg handig. Ja, alles om uit te stansen. Knipvellen. Ja, wij hebben knipvellen. Het is de meest gevraagde gestelde vraag. Hebben jullie knipvellen? Ja, natuurlijk hebben wij knipvellen. Het is een hobbywinkel zonder knipvellen. Hoe wil je kaarten maken zonder plaatjes? Nou ja, ik kan ze natuurlijk ook zelf maken. Dit is de opruimhoek. Daar staan zelfs al kratten onder tafel.
En ja, de kuttelbuk wordt ook opgeruimd. Hier leggen we nog wat nieuwe dingen op tafel. Even kijken. Dit is de tafel van Art bij Marlene. Ze weet het al, ze heeft een eigen tafel. En de oude serie staat er bij haar onder. Dus je kan alles van Marlene altijd vinden. Alleen ze heeft nu een plekje moeten maken even op tafel voor Dini ook. Zodat Dini de serie ook even gepromoot kan worden. Maar alles van Marlene vind je hier met een paar hele mooie voorbeeldkaarten voor Rini. Dus dat lukt aardig. Naar de Playwood. De stolpjes staan hier overigens op tafel. Dat zijn deze. Die staan hier. En daar liggen de lichtjes ook bij. Het mooie starform is erbij. Kijk, op tafel hebben we verder rest een opruiming, jongens. 20% korting op alle waterkollen van Pst. Kan je hele mooie effecten en achtergrondjes mee maken. Deze is ook al gespoten. En dan kan je ook zien dat die wat metaliek is. En wat glans heeft. Dus die is 20% korting. Dan staan hier nog veel meer Diamond Paintings. En dan gaan we verder aan de overkant met Diamond Paintings. Even kijken. Bovenste twee planken ook Diamond Painting. En dan denk je opeens, hey Aline, je hebt een leeg rek. Ja, dat klopt. En ik ga morgen pas weer live om te laten zien wat daarop komt te hangen. Ik heb het net allemaal opgeruimd. Hier hangen beduurpakketjes. Hebben we voor de kinderen ook onderin. En ook voor geboortetegeltjes hebben we al beduurpakketjes. Dus we zijn dan weer uitgebreid, jongens. Dan hebben we onder de kleinere pakketten van de Diamond Painting hebben we de Hobby Dots. We hebben stitsendoos, zodat je kan beduren. We hebben nog wat haakpakketten, jongens. 7,50. Dit zijn echt de laatste. Die gaan het assortiment uit. Hier bovenop. Nou, een heleboel van jullie zullen dit herkennen van vroeger. Kijk, dus meer naar pakketten. En daar hebben we er ook wel wat van. Twee rijen dik inmiddels al. Staan ook hele leuke tussen. Dan legt hier al. Dat is voor nu ook wel heel erg leuk, jongens. Candleliner. En dan kan je bijvoorbeeld gewoon met een star met een stencil je kaars versieren. Of je kan ermee schrijven. Dat heb ik hierachter ook gedaan. Of je kan er gewoon mee tekenen. Dus candleliner. Erg leuk voor de feestdagen. En het kan gewoon branden. Net wat je wil. We hebben een hele rek met glitters. En niet een klein beetje een rek. En dat gaat over naar natuurlijk de sneeuw. Al onze ponsen in verschillende maten. Nou ja, dan hebben we allerlei frutsels en kleine dingen. En die gaan over naar Krimpy Dinky. Want Krimpy Dinky is helemaal terug van weg geweest, jongens. Dus die hebben we ook. Nou ja, goed. We hebben natuurlijk porseleinverf. Fimo-klei. Wat hebben we hier al staan? Nou, de foambalklei. Dat zijn dus gewoon van die hele leuke balletjes. De houten pakketten. Waarvan er hier zo eentje als voorbeeld al op tafel staat. Erg leuk om te doen. Er zit ook gewoon een lampje in. Maar is niet te zien op de beeld, weet ik al. Het lijmvak. Nou ja, die ga ik even heel snel langs. Dan komen we aan bij de inkten. En de embossingpoeders. En alles wat maar met stempelen te maken heeft. Dus ook een opbergtool voor je houtertjes. Even kijken voor deze. Voor deze kleintjes en voor de grotes. Heb ik daar een hele mooie tas ook staan. Nou ja, de stemplatforms. Alles wat je maar wilt weten over stempels. Nou ja, de stempel zelf. Heel rek vol, hele wand. Ik zal even een paar stappen naar achteren doen. Ik kan het er niet eens op krijgen anders. Dus heel veel stempels. En vergeet niet, dat is trouwens bij de Dice ook zo. Bij ons hangt alles. Ja, dubbel zoveel genot. Inmiddels al trippel zoveel genot. Even kijken, dan hebben we daar al onze verf nog. En die gaat over naar de Nuvo Embellishment Mousse. En de nieuwe Nuvo Expanding Mousse. Die is erg leuk, jongens. Leuk verhitten. Heel leuk spul om mee te werken. Nou ja, onze jongens, onze kleining polish. En die hebben wij ook in glitters. Kijk, daar zit gewoon al glitter in. Dat heb ik hier dus op een kaarsje gedaan. Hé, en kijk eens wat we hebben. We hebben de alcohol inksprays van de Lucian Paint.
kan ik wel kloppen, want we hebben natuurlijk, voeren natuurlijk al heel lang alle Delicious Pace, dus die hebben we al. Dus nu hebben we ook gewoon de inkt. Ja, wij hebben ook nog gewoon, ja, ook een heel vaak gezocht product. Vooral rond de feestdagen. Dus die hebben we ook, de pijpragers. Nou ja, het vak met alle kleurtjes op waterbasis, op alcoholbasis. Nou ja, de hele leuke Ecoline, gewoon in potjes. En wij hebben ook Oostinus inkt en wij hebben ook gouden en zilver Ecoline. Even kijken, nou, alles wat we van houtsoorten hebben. En nou ja, goed, heel veel stencils. Stencils. Servetten. De eerste drie bakken staan er al. Kan je gewoon meels per stuk kopen. En dan kan je dus gewoon leuk mee je werkstukken versieren. En dan papiervakken, bullet journals. En daar komt trouwens morgen wat bij voor de bullet journals. We hebben de stickers ook. En we hebben nog wat paar leuke dingen voor de bullet journals. Ja, het papier op 30,5, 30,5. Ja, het vak legt vol. 30,5, 30,5 gewoon cardstock. En de halfjes natuurlijk. En dan hebben we de A4'tjes. De aankleed, het cardstock, maar ook gewoon de mooie vellen. We hebben heel veel glitterkarton. A4 formaat. Heel veel designpapier. A5 formaat papier, vierkante kaarten voor meer papier. We hebben enveloppen. Wat ook leuk is, zijn deze jongens. Dit zijn gewoon luchtkussen enveloppen. Kan je makkelijk 1 of 2 kaarten in versturen en werkt heerlijk. Dat hebben we tegenwoordig ook. En wat we sinds dinsdag erbij hebben. We hadden altijd al veel styropor. Maar omdat de kerst eraan komt, leek het ons wel leuk om ook de boompjes te voeren. De kerststerren in verschillende formaten. En de klok in verschillende formaten. Nou ja, goed. En de ringen kennen jullie al. Die hadden we ook al. We hebben nog wat plastic materialen. Hier de grotere ponsen. Dat is de ponsen waarmee je 3 verschillende dingen kan ponsen. En dan ben ik volgens mij het rondje aardig rond. Oh ja, onze metalen ringen hebben we ook nog. Volgens mij heb ik nu aardig laten zien. Ja, wat we allemaal zo in de winkel hebben. Het is best veel. We hebben inmiddels meer dan 4000 verschillende artikelen. Dus het is echt best veel. Ja, 14.000 verschillende artikelen. Laat ik even mijn cijfertjes niet door elkaar halen. Dus ik draai hem heel even om en ik ga afscheid nemen. Ik zeg tot morgen, want dan ga ik echt laten zien waarvoor dat lege rek is. Want dat lege rek is nu wel aardig leeg. En daar kan ik niet zo heel goed tegen als we een lege rek hebben. Dat hebben we echt niet voor niks. Dus dit lege rek, daar kom ik morgen bij jullie op terug. Ik vind het echt leuk. Dus ik hoop dat jullie hem ook leuk gaan vinden wat we daarvoor besteld hebben. En ik zwaai af. Het was weer eens een rondleiding. En tot volgende week, hè. Dag allemaal.